Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal. Ik ga weer een orakelkaart laten zien. Het is orakel van de liefde. Ja, het is een hele bekende, dus misschien heb je hem al gezien. Ja of nee, of voorbij zien komen. Het zijn 44 kaarten van over de liefde. Het is van Tony Camine Salerno. En ja, die heb wel meer gemaakt. En ja, laat uitpakken. Zit in een stevig doosje, dus hartvormig. Er komen twee kaartjes bij. Met als je meer informatie wil hebben. Maar die hebben we nou niet nodig. Het is een Nederlandstalig. Er is nog eentje van. Het is een vierkant doosje dan. Maar dit is echt een hartvormig doosje. En de andere is Engelstalig. En dit zijn Nederlandstalige versie, een ander soort. Goed, dit is een nieuw begin. Het is een gladde uitvoering. Ik hou van jou. Het is alleen een beetje lastig schudden, die harte kaarten. En dit is macht. Manifestatie. Omhelzing. Ja, net als het is soms met grote letters geschreven, hè? Maar soms ook alleen een tekst. Er staat hier bijvoorbeeld lichamelijk gescheiden zijn, spiritueel samen zijn. Vertrouwen. Vergevingsgezindheid. Vriendschap, vrijheid, romantiek, mysterie, tweelingpassie, alleen de tijd zal het leren. Bezinning. Overgave. En dit is ook een kaart van hoe ik moet doen. Eén staat liefde en overvloed. Voor altijd en eeuwig. Seksuele eenwording. Succes. Het antwoord is ja. Spreek vanuit je waarheid. Denk eraan, ik hou van je. Vrolijk en speels. Kosmische timing. Zet je zorg opzij. Liefde. Het verhoorde gebed. Een wonder. Geheim aanbidden. Ik denk op dit moment aan je. Kijk in je eigen innerlijk. Onweerstaanbare aantrekkingskracht. Alleen liefde zal je vrijmaken. Tweelingziel. Eeuwigheid. Transformatie. Je probeert iets te verseren, geef het tijd. Volg je hart. Heilige eenwording. Wachten. Diep in je hart weet je het antwoord al. Het antwoord is nee.
En de laatste kaart, evenwicht. Zo, dit was het orakel van de liefdekaarten. Dankjewel voor het kijken en fijne dag. Doeg!